Hallo allemaal, daar zijn we weer. Hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan een klusje beginnen in Almere Poort. Wat gaan we daar doen? Het vlondertje. Ja, van? Wat voor materiaal? Hardhout. Hardhout. Azes. Bloembakken. Ja. Witte. Ja. En de inlightverlichting. En we moeten nog water aansluiten. Ja, een kraantje. Kraantje. Ja. Dus ik moet onze buurman even een gaatje boren door de beton heen. Door de woning, ja. Duidelijk. Mooi. We gaan nu de plank ophalen. Hey. Hey. Ze is even schrik, hè? Plankjes mooi opgeladen, regeltjes. Medium. Ja, het zit maar voor. En de paaltje. Zoals je ziet zijn we de tegels eruit aan het halen. Nog een klein stukje. Maar doen we niet vaak? Tegels eruit. Tegels eruit? Nou, steeds meer. Ja, wij wel. Ja, wij wel. Ja. Dus maar, het is vorig jaar erin gelegd en dat gaat er nu weg. Ja. Maar wat we veel zien is de betonnen tuintjes, hè? Ja. Dus wij vinden het super dat dit eruit gaat. Ja, lekker. Nou, dan bak maar weer. Ja. Moet ik zeker tillen? Hetzelfde ding, hè? Dan kan ik mijn radio weer aan doen. Die zonnebril. Zo'n een koken allebei? Snelle planken hoor dat. Gewoon een glas. Twee pootjes. Die gast is ook gek hoor. Nou, we zijn nu in de schuur. We hebben de stenen eruit gehaald. Het hout ligt in de tuin. Dus we gaan nu echt beginnen met het aanleggen. En we beginnen met de kabels en de verlichting aan te brengen. Zodat in ieder geval dat al klaar ligt. Niet dat we het vlonder hebben gemaakt en dat de kabel er nog in moet. Dat is natuurlijk niet zo handig. We gaan hier het inlight systeem ophangen. En we gebruiken inlight omdat we dat gewoon een echt goed systeem vinden. Het is kwalitatief gewoon goed. Plus ze hebben gewoon heel veel lampjes en heel veel soorten lampjes. Heel veel keuzes. Goeie tip, als je nou de transformator gaat ophangen. Dan doe ik altijd al de schroefjes erin. Dan kijk ik waar ik hem wil hebben. En dan duw ik er even op zodat de schroefjes een puntje achterlaten in het hout. En dan weet je precies waar je schroefjes moet ophangen. Dus het gewoon een normale stroom gaat naar deze transformator. En deze vormt hem om naar 12 volt. Bij deze heb je twee groepen. Deze gaan we misschien nog gebruiken hier met een lichtsensor. Dus als je langs loopt dat het verlichting aangaat. We gaan hem nu hierop aansluiten. Hoppa. Gaan we nu nog dit gewoon mooi afwerken. En de lichtsensor, die gaan we natuurlijk naar buiten toe werken. Hier komt een stroompunt, zo direct. En aan de andere kant van de tuin ook. En dit maken wij vaak mee, ja Les? Ja. De kabel ligt gewoon op 0,5 mm diep. People, we got him. Wat doen we dan? Wat heb je ontdekt? Shit. Nou, ten eerste. Ja. Hebben ze hier gewoon met een schep in die mantel lopen batsen. Lekker. En gaat hier achter de paal dus door. Hij gaat gewoon naar de buren toe. En hij komt daar weer tevoorschijn. Ja. Dus dat betekent dus dat hij daar om de paal heen zit. Hij zit om de paal heen. En die zit over de kabel heen. Wat zijn ze soms aan het doen, jongen? Wat doen sommige mensen allemaal? Ja, goeie vraag. Je zag net in die kabel die hier lag, die grondkabel, dat er in gehakt was. Dus je zag die mantel, die je hier dus ook ziet, die zag je helemaal verroest.
dat is dus echt niet heel handig om dat te laten zitten. Het geval is namelijk zo. Als je deze kabels gaat aansluiten, je haalt die mantel open, dan zie je zo'n wat meer zilver gekleurde sliert in je mantel zitten. En dit wordt gebruikt als de aardekabel. Dus mocht je ooit een keer in je kabel hakken of iets dergelijks, dan gaat dus je stop eruit. En dan sta je niet onder stroom. Wat heb je erbij gekregen? Ja. Gevuld cookie. We hebben zelfs een coolbox gekregen met drinken erin. We worden weer verwend. Nou, hier even langs de tegels een lijn gezet. Dus die lijnen van de tegels, die gaan we allemaal volgen met de regels. Dus de verspringingen van de planken, die komen in dezelfde lijn te liggen als de tegels. Dus loopt het één mooi door. Nou, dan ben je aan het slagen. Als je het zelf gaat doen, dan raden we aan om het even met een grondboor te doen. Zoals Celestia nu doet. Mocht er wat in de grond zitten, als een kabel of een buis of wat dan ook. Dan ram je niet de paal er doorheen. Het is weer een prachtige nieuwe dag. In het altijd knusse Almere Poort. Nee, Alessio die gaat de palen verder zetten. En ik ga beginnen met de regels hier langs maken. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze in deze richting in goede lijn staan. Zodat je regels daar mooi op kunnen. Hoe ze zo in lijn staan, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Ze gaan er ook niet te veel tijd in stoppen. Die hoogte van de paaltjes is natuurlijk wel belangrijk. Dus we zetten hem met de laser op hoogte. Sowieso is het altijd aan te raden om je regel ietsjes hoger te doen als je paal. Dat als je plank erop gaat leggen, dat je niet het paaltje hoger zit als je regeltje. Dan heb je natuurlijk een probleempje. Het regent weer een keer. Schuilen! Alle rat! We zijn een aardig eentje gekomen vandaag, maar we zijn nu al klaar mee. In de regen. Op naar de douche. Toch? Ja. Kijk eens wat een professional voorbereiding. Ik heb nu ook zo'n jasje. Ja. Net als die gast van Eigen Huis en Tuin. Oh ja. Hoe heet die? Die stoere met zijn tattoos. Die stoere met zijn tattoos. Allee. We zijn hier de regels aan de palen aan het vastmaken. Daar kun je verschillende boren voor gebruiken. Je hebt deze. Ja. Deze noemen we een slangenboor. Waarom? Ik denk dat deze ongeveer 8 euro, 10 euro kost. En deze boor die voert heel mooi je hout af. Oh. Dus als je aan het boren bent, dan voert die prettig gewoon het hout weg. Dus dan kan je gewoon in één keer doorboren. Oh ja, dan hoef je hem niet te legen. Dus er zit nog een mooi puntje op. Oh, zo'n schroefpuntje. Waardoor je in één keer... Maar wat wij gebruiken, is eigenlijk gewoon een staalboor. Ja. Deze jongen kost tegen de 40 euro aan, één boordje. Ja. Die is gewoon zo scherp, als je hier je vinger langs haalt, dan... Ik weet niet waar je aanwijst, ik zie alleen je hoofd. Als je je vinger langs haalt, ja, dan heb je echt een bloedend vingertje. Ja. Dat vinden wij gewoon super prettig. Wat, een bloedend vingertje? Nee, het boordje. maar met deze, ja, dan heb je wel twee nodig per vlonder. En met deze kan je gewoon eigenlijk een heel jaar doen. En je bent 10 keer zo snel klaar met boren. Nou, boort snel door die paal, hè? Ja. Nou. Dus dat, dat willen wij. Dat willen wij zeker. Wij willen een goed spul. Geen troep. In de paal en in de regel gaan slotbouten. Dit is een M8. Dus
dus die is 8 mm dik. Mocht je een balbeschoeiing of aan het water een vlonder maken, dan kun je er dus ook voor kiezen om hem nog wat steviger te maken. Met een M10 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is hier niet nodig. Ik weet geen eens hoe het heet eigenlijk. Hoe heet het, Alessia? Een bako-ratel? Nee, heel gek. Een pompwaterpomptang? Ringratel. Ringratel. Ratelring. Ik heb net geleerd dat het een ratelring is. Nee. Ik zeg maar wat, joh. Wie weet wat dit is, hoe dit heet? Nee, steeksleutel, maar dan met een... Ringsleutel. Ring. Alleen dan... Maar het mooie is dat je hem op je slotboutje kunt doen. Super veel sneller klaar. Kost even wat, zo'n sleuteltje. Maar ja, dan heb ik hier wel snelheid. Dat hebben wij wel nodig. We zijn niet zo snel. We zijn niet zo snel. Oh ja. Nou, klaar. Dat is echt heel snel. Nu zit hij vast. De planken komen in het beeldverband te liggen. Dus ik heb nu deze zeg maar op maatstaaf in liggen, het hart. En het restje die heb ik weer op maatstaaf hier. Dus je krijgt eigenlijk dat alles gewoon ongelijkmatig verspringt. Uiteraard wel steeds op al liggen, anders kan je het vastschroeven. Maar ik denk dat het wel een leuk speels effect geeft. En dan zal je denken, waarom hebben ze zoveel palen hier gebruikt? Nou, dat is gewoon echt puur voor de stevigheid dat we dat doen. Je ziet ook wel eens dat mensen het op stenen leggen, dus op tegels. Dan zo'n rechel erop. Maar de kans dat het dan krom trekt, is gewoon aanwezig. Dat willen we niet. Dus hier tussen laat er altijd ongeveer 75 à een meter tussen zitten. 75 centimeter à 100 centimeter tussen zitten. En tussen je rechels ligt er een beetje aan wat voor hout je gebruikt. Dit is heel erg dik hardhout. Dus dan kan je de overbrugging ietsjes langer maken. In dit geval is het ongeveer 50, 55 centimeter. Maar heb je nou wat dunnere planken, maak het dan echt 40 centimeter. Daarnaast is het ook nog verstandig om die palen te gebruiken, omdat het ook nog een functie heeft voor eventueel het verzakken. Vandaag zit het er lekker op. Dus we gaan nog even wat kantoorwerk doen. Is dit wel goed? Net zo grijs als mijn lokken. Ongeveer. Wat is dit, joh? De muffin blueberry. Houdbaar tot 10/6/2019. We hebben lijntjes gespannen. Elk punt waar we schroeven, zodat de schroeven zo meteen mooi in lijn lopen. En dan de breedte van je schroefje, doe je zeg maar een waterpasje tussen. Zorg er altijd voor dat je niet te veel naar binnen gaat, anders dan wordt het niet heel mooi. Dan gaan ze krom trekken. Dus? Vooral met hard hout. Omdat het dus als je de schroeven te ver hierin doet? Ja, en dan krijg je van die kano's. Hier komen zo direct de klimmers. Ja. Die hebben natuurlijk wel wat voeding nodig. Klimmers. Die jasmijntjes. Oh, daar komen klimplanten. Klimplanten. Oh, dat is. En mooi. Dan ga ik nu even omspitten. Dan komt er zo direct eentje hier. Zagen we één plankje even uit. Ja. Die kan hier mooi in. Ja. En dan daar ook. Dus dat is natuurlijk wel handig als we het nu doen en niet als de volgende er al in zit. Oh, zo. We waren er net op tijd achter. Ja. Dat we dit nog moesten doen. En daar moet er ook nog één, toch? Daar ja, hier moet er eigenlijk ook nog één. Die zijn we dus... Alleen daar zit al een vlonder in. Daar zit al een vlonder in. Dat wordt leuk. Goed zo. Dat wordt een handje. Je zal merken als je in zo'n hoekje als dit zit en de zon schijnt erop,
zal het minder warm worden omdat je dus groen hier hebt in plaats van schutting. Nou, wat we gaan doen is hier de spruiinstallatie aansluiten, omdat dat wat handiger is. Dan gooi je een hoofdleiding hier de tuin in. Plantjes onderop zetten, dat zijn deze druppelaars. Die prik je gewoon in de grond in en in je leiding. Met het dopje kan je in principe je straal afstellen. Dus er komt er een klein fonteintje uit. We hebben een speciaal tangetje, wat duurder modelletje. Je kan ook gewoon een prikkertje kopen. Maar wat je eigenlijk doet is gewoon een gaatje prikken in de slang. Erin klikken. En je plantje in klaar. Laatste plankje erop. Ah, mijn cola! Shit! Het is weer heerlijk weer. Dus bepaalde dingen kan ik niet echt doen. Omdat de gereedschappen anders natuurlijk nat worden. En niet al het gereedschap kan daar helaas tegen, de machines. Nou, hier komen dus twee adesbakken. En het is natuurlijk mooi als je hier geen draadjes ziet zo direct voor het besproeien systeem. Ach jee. Wat is het? Inlight nog. Inlight? Ja. Maar we hebben dus, die leggen we dus onder de grond. En dan komt hij daar in de bak uit en daar in de bak uit. Dus dat is wel mooi, hè? Maar eens even klussie. We zijn naar de plantenbak aan het inplanten en voorzien van de sproeiers. Zoals die hier staat. Ik weet niet of je het ziet. We hebben hier gebruik gemaakt van op maat gemaakte plantenbakken van polyester. En je kan er zelfs de ralkleur kiezen die je wil. Je hebt de plantenbakken ook in andere soorten materialen zoals staal of beton. Of hout hebben we ook nog. We gebruiken best wel veel Carex in de tuin. Het groenblijvende siergrasje. Ik ben zelf heel gek op de variatie Ice Dance. Dat komt dat er zo'n heel mooi licht streepje aan de zijkant zit. En ik vind de kleur groen van deze Carex gewoon heel mooi. Nou, we hebben hier die jasmijn geplant. We zijn nu bezig met een worteldoek op te hangen met gaas. En dat worteldoek hebben we gedaan zodat die klimplant niet naar de buren toe gaat groeien. En dat hij ook geen schade gaat maken op de schuur. Het mooie ook aan dit plekje is dat we de jasmijn in de vlonder hebben gezet. Dat vinden ze wel prettig, want vooral in de winter kunnen ze schade krijgen door vorst. Nu is die vlonder er mooi overheen. Dus heeft hij bij het stammetje mooi wat bescherming. Een boordje erop. Bigger is better. Ik denk toch dat we er al zijn. Michel heeft de duct tape gehaald. Ja? Duct tape? Wat is dit? What the f***?
dreiging. Wat is dit voor troep? Wacht even. Voorzichtig. Ja! Geluk! Ja, verder, ietsjes. Ja hoor, ik heb hem. Vanaf dit kastje gaat dus een datakabel naar de kleppenput. De kleppenput die zit daar. Dan kan je vanaf het kastje en je wifi kan je je groepen aan, hoe noem je dat? Sturen. Aansturen. Ja, in het midden. Goed zo. Jij ook? Ik vind het helemaal geweldig. Mooie bakkies, alles strak. Ja. Alles is goed gelukt. De verlichting zit er mooi in. Klopt. Die nieuwe Luna lampjes zijn ook echt prachtig. Leuk hè, zijn die. Broeiers doen het allemaal. Stopcontacten doen het. Stopcontacten, alles voorzien. Ja. Nu is het wachten dat die wand natuurlijk dicht groeit. Ja. Die jasmijn. Ja. Er komt sowieso nog een schaduwdoek. Ja. Zijn ze met een van onze partners mee bezig om het precies op maat te laten maken. Helemaal goed. Volgende. Top.